Hallo allemaal en welkom in dit filmpje waar ik kort even het programma Draw.io zal demonstreren. Waarin we dus een ERD gaan maken voor deze entiteiten die je hier ziet. Dus een uh, databank met drie verschillende entiteiten: een entiteit leden, een entiteit boeken en een entiteit auteurs. Waarbij de primaire sleutels zijn onderlijnd en uh, er een relatie ligt tussen de tabel auteurs en. De tabel Boeken, waarbij het veld Auteur ID als primaire sleutel in de tabel Auteurs, als vreemde sleutel wordt gebruikt in de tabel Boeken, in het veld Eerste Auteur. Je zou nu nog een extra tabel kunnen aanmaken voor alle auteurs van een bepaald boek, en dan noemen we dat Auteurs per Boek of iets van die orde, maar dat gaan we nu niet doen. We gaan gewoon deze even gebruiken om kort te demonstreren hoe het programma Draw.io precies werkt. Wanneer je Draw.io start, dan krijg je dus de vraag om ofwel een nieuw diagram aan te maken ofwel een bestaand diagram te openen. In dit geval starten we met een nieuw diagram aanmaken. En wanneer we dan hierboven kunnen we dan ineens een bestandsnaam invullen. Bij basis kiezen we voor entiteitsrelatiediagram. Als bestandsnaam zal ik even kiezen voor um, ERD bibliotheek, want dat is hetgene dat we gaan maken. En dan kunnen we klikken op aanmaken en dan wordt er al een standaard uh, schema gemaakt. Nu, wat ik meestal doe, is ineens dit wegdoen, want ik begin graag van een propere lei en uh, we zien daarna wel. We hebben dus nood aan drie verschillende entiteiten. Nu, uh, algemeen. Vinden we eigenlijk de dingen terug die, niet echt dingen terug die we moeten hebben. We moeten naar entiteitsrelatie gaan. Algemeen klik ik dicht. En bij entiteitsrelatie zien we alles wat we nodig hebben. Hier zien we de verschillende connecties, de verschillende relatiepijlen. En hier hebben we dus de verschillende entiteiten. We zien een tabel met een primaire sleutel en dan drie rijen. Een tabel met een koppeltabel dus eigenlijk, een gecombineerde primaire sleutel en twee vreemde sleutels. En dan is er nog eentje als lijst zonder enige entiteiten en de verschillende attributen. Maar we gaan kiezen voor deze twee, dat zijn de meest duidelijke in ons schema. Wat zien we daar ook? We zien een row, een tabelrij die we dus kunnen toevoegen als we er plaats tekort zouden komen. Dat is een gewone rij. Je hebt daarnaast nog een vreemde sleutel, want FK staat voor foreign key, dat is een vreemde sleutel. Dus wanneer we table row 2 toevoegen, dan krijgen we automatisch een vreemde sleutel. En dan hebben we nog table row 3. Dat is een primaire sleutel die we kunnen toevoegen op die manier. Dus met deze 3 kunnen we ineens onze tabellen gaan uitbreiden. Maar aangezien dat de 3 Tabellen die we hebben, um, alleen maar één primaire sleutel hebben, is op dit moment Table 1 goed genoeg. En ga ik dus drie exemplaren van die Table 1 naar het werkblad slepen. Als eerste, ik kan gewoon dubbel klikken en dan kan ik wijzigen. Ik kan hier rechts de tekst opmaken, kenmerken eventueel aanpassen. Nu, eigenlijk voldoen die perfect voor onze doeleinden, dus daar hoeven we niets speciaals iets aan te doen. Ik vul voor de eerste leden in en dan hadden we als primaire sleutel lid ID. En dan de verschillende rijen kan ik ook weer gewoon dubbelklikken en alle gegevens invullen die ik nodig heb: voornaam, achternaam, we hadden straat en huisnummer, waren aparte velden. En nu wil ik dus een extra rij toevoegen. Um, daarvoor ga ik dus naar de verschillende uh, elementen om toe te voegen en ik kies voor table row 1 en ik sleep dat. Naar die tabellen. Automatisch wordt mijn tabelletje uitgebreid met een extra rij. En dat kan ik dus zoveel keer doen als ik wil. Ik ga eens even snel tellen. 1, 2, 3, 4, 5 uh, rijden er nog bij. Dus ik ga. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. En dan kan ik nu heel snel dat aanpassen. Gemeente. Rijksregisternummer. Lid vanaf. Nog geboortedatum. En we hebben nog boete. Zo, mijn tabel leden is nu in principe klaar. Ik ga die een klein beetje opzij schaven. Zometeen zullen we de layout nog finaliseren. Dan hebben we een tabel voor de boeken nodig. Met als primaire sleutel boek ID. Daar hebben we. Plaatscode. We hebben titel, we hebben ISBN. En dan hebben we nog drie andere velden nodig. Dus ik ga opnieuw mijn table row 1 drie keer daar naartoe slepen. Voilà. En dan kunnen we alles aanvullen. Aantal in collectie. We hebben eerste. Auteur, wat dus ook de vreemde sleutel gaat worden. Als het een vreemde sleutel wordt, kan ik hier vooraan even dubbelklikken en zeggen FK, foreign key, dan weet ik dat het een vreemde sleutel is. En enige auteur. Ik had hier voor die eerste auteur eigenlijk ook um, de tweede optie kunnen toevoegen, table row 2 dan had die fk er al gestaan dat had dus ook mogelijk geweest um, een rij verwijderen trouwens kan uh, als ik nu dat toch een foutje zou zijn kan ik doen door de rij volledig te selecteren, want ik kan die volledig selecteren door de... allee, daarnet had ik hem, die zo voilà, door twee keer te klikken druk ik op delete dan wordt de tabel ook automatisch aangepast ik zal nu die terug toevoegen zo en als je die op de juiste plaats sleept, komt die ineens op de juiste plaats te staan. Dus zo kan je heel snel en heel makkelijk een veldje terugwijzigen. Voilà, boeken, dan zal ik even daar slepen. En dan hebben we als laatste nog de auteurs. Waarbij we het auteur-ID hebben en dan een voornaam, een achternaam. En een nationaliteit. Als je met je Maas daarop blijft hoveren, dan zie je hier al zo een groen bolletje en een pijltje. Um, en dan zie je verbinden en klonen, dan wordt er een tweede uh, tabel gemaakt. Ga je met het bolletje uh, aan de slag, dan kan je rechtstreeks een lijn trekken voor een relatie. Meestal doe ik het op die manier. Wat ook kan, is hier ineens een relatie kiezen. Je ziet de verschillende types. Je hebt een zero-to-many optional, je hebt een one-to-many, je hebt een one-mandatory, je hebt een one-to-one. One. Dat zijn de types die we kennen, dus een one-to-one. One. Je hebt een zero-to-one, one-mandatory-to-one optional, je hebt een one-mandatory-to-many optional. Je hebt eigenlijk alle mogelijke pijlen hier staan. Het is ook mogelijk om achteraf nog de vorm van een pijl te wijzigen. Nu goed, welke relatie uh, bestaat er nu? We hebben een relatie tussen de tabel auteurs en een relatie tussen de tabel boeken. We gaan van de auteur-ID naar de eerste auteur. Dus eigenlijk als ik hier op dat groen bolletje ga staan en ik trek met mijn muis een pijltje naar daar en ik laat los, dan wordt er automatisch die pijl getrokken. Het voordeel aan deze manier is, als ik nu met die tabel auteurs ga slepen, die pijl gaat automatisch mee. Nu is die pijl nog wel niet het juiste type van relatie. Dus ik moet dat nu nog gaan aanpassen. Ik kan hier rechts gaan kiezen voor de types van pijlen. De type van de lijn zelf. Ik kan ook zeggen: kijk, het moet hoekig zijn, of het moet schaan aflopen, of het moet. Kan je allemaal kiezen. Hier kan je of dat het uh, stippenlijntjes moeten zijn of rechte lijnen. Um, en dan een. Excuseer, begin of een eindpijl. Nu, um, om te beginnen hebben we hier onderaan dus de. 1 op veel relaties. En we gaan een niet verplichte veel relatie toevoegen aan deze kant. Aan de andere kant, dus aan het begin ervan, waar er hier nu geen staat, dat is het begin, hebben we een verplichte 1 op 1 relatie. Want als we een boek toevoegen, dan moeten we de auteur sowieso in die tabel hebben staan. Dus deze relatie en is nu gelegd en getekend. Dus wanneer je een relatie aanklikt, kan je dus hier in de optievensters gaan kiezen naar de verschillende types van relaties. Wat dus ook een optie is, als je een foutje gemaakt hebt, kan je opnieuw delete en dan is die weg. Wat dus ook een optie is, is dat je hier, en hier heb ik de One Mandatory to Many Optional, dat is degene dat we nodig hebben, kan ik dus gaan slepen. En dan kan ik de uiteindes vastpakken en die ook slepen naar die groene bolletjes. En dan zitten we evenzeer met een. Uh, relatie die blijft plakken, om het zo te zeggen. Met dat verschil: dit is nu schaanaflopend, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat is een optie die je hier redelijk snel kan aanpassen, mocht je dat willen. Een schaanaflopende is evenzeer goed, um, een rechtaflopende ook. Daar um, is niet zo heel veel voorkeur voor. Um, zo, en zo kunnen we dus heel snel een RD tekenen. Veel succes.